Femke Overdijk, conservator van het Museum Swaenstein. We staan hier in de Mariannekamer, want vandaag gaat er iets bijzonders gebeuren. Kun je daar wat over vertellen? We krijgen vandaag een bijzondere bokaal in het museum. Dat is een langdurige bruikleen van de heer Wibo Schepel. Hij heeft deze bokaal heeft hij gevonden via een zoektocht op het internet. Is daarmee in het buitenland uitgekomen via een veiling. En daar bleek het wapen van Voorburg bleek op de bokaal te staan. Hij heeft een hele leuke link ook met prinses Marianne. Vandaar dat deze bokaal hier vanaf morgen te zien is. Wibo Schepel, u geeft vandaag een historische bokaal aan Museum Swaenstein. Kunt u vertellen hoe u daaraan gekomen bent? Ja, natuurlijk. Ik heb de afgelopen jaren me zo wel erg verdiept in de geschiedenis van Voorburg. En ik ben ook lokaal politiek actief geweest. En dus die combinatie van geschiedenis en politiek vind ik heel erg interessant. En ik was op een gegeven moment aan het zoeken op internet en toen kwam ik opeens achter dat op een veiling deze bokaal aangeboden werd. En toen ik hem zag, toen dacht ik, ja, dat is zo mooi, die moet gewoon naar Voorburg toe. Want? Het is duidelijk dat het een belangrijk mijlpaal uit de geschiedenis van Voorburg markeerde. We wisten op het moment dat ik hem zag nog niet precies wat dat verhaal was. Maar ik dacht, dat is een verhaal, dat moeten we ontrafelen en dat moeten we vertellen. En dus ik was heel blij dat ik het voor elkaar kreeg omdat ik hem kon kopen en dat ik hem vanuit Schotland naar Nederland kreeg. En hoe hebt u het dan verworven? Hebt u het zelf betaald of hoe is dat gegaan? Ja, ik had het idee, dit is van belang en dan moet je op dat moment snel kunnen schakelen. Dus ik heb dat gewoon zelf betaald en dat vind ik verder geen probleem. En waarom in Swaenstein? Omdat ik denk dat het de geschiedenis van Voorburg en Leidschendam Voorburg eigenlijk op geen betere plek onder het voetlicht gebracht kan worden dan in dit museum. Burgemeester Tichelaar, u hebt net een bijzondere bokaal overhandigd. Nou ja, hij is bijzonder omdat we tot vandaag eigenlijk, of tot een aantal weken terug, niet wisten dat hij bestond. Hij is toevallig ontdekt en hij is bijzonder omdat hij ooit als een persoonlijk geschenk is overhandigd aan een burgemeester van Voorburg in 1882, de heer Boekaye. En dan maakt het wel bijzonder dat ik als burgemeester de bokaal als het ware in ontvangst mag nemen, zodat iedereen vanuit heel Voorburg hem hier kan zien. En het voegt iets toe aan het verhaal rondom prinses Marianne. Hij staat hier in de Mariannekamer van het museum Swaenstein. Dat heeft te maken met het feit dat prinses Marianne heeft in die tijd financieel bijgedragen om het gemeentehuis hier verderop in de Herenstraat 42, om die te kunnen bouwen. En daar heeft de burgemeester Boekaye zich daar enorm voor ingezet. En als dank vanuit de gemeenteraad toen heeft hij deze bokaal gekregen. Nou, vraag ik me af, het is een cadeau voor een burgemeester. Krijgt u ook wel eens cadeautjes? We krijgen wel eens een presentje als bedankje, maar het zijn andere tijden en dat vind ik goed ook. En bent u nou niet een beetje jaloers op uw collega? Nee, helemaal niet. Ik vind het heel mooi, want iedere tijd kent zijn eigen verhalen en zijn geschiedenis. Laat hier zien hoe in die periode, we praten over ruim 136 jaar geleden, was de politiek natuurlijk heel anders georganiseerd. Het huis van Thorbecke stond nog maar net, maar we hadden nog geen direct gekozen gemeenteraad. Dat was toen nog wat anders. Dus het vertelt iets over de tijd van toen. Mooi en prachtig dat het hier in het museum te zien is.